Twee jaar geleden liet Intel hier op Computex voor het eerst Android tablets zien met Intel hardware. En dat hadden ze beter niet kunnen doen, want die waren echt heel slecht. Ze werden warm, ze waren buggy, ze waren heel traag. Nee, toen maakte het geen goede indruk. Nou, ze hebben twee jaar lang er hard aan gewerkt en ze zeggen dat ze nu echt een product hebben wat goed is voor Android. Nou, en Asus gelooft ze daarin. Want Asus heeft gisteren een nieuwe 10-inch Android tablet aangekondigd met Intel CPU. Nou, ze hebben hem hier op de stand staan en ik ga hem even bekijken. Intel lijkt nu zijn zaakjes inderdaad veel beter op orde te hebben, want die MemoPad Full HD 10 is gewoon wat je van een tablet zou verwachten. Hij werkt snel, hij werkt vloeiend, de interface die schokt niet, hij stottert nergens en er wordt ook niet buitensporig warm. Dus Intel lijkt op dit vlak echt vooruitgang geboekt te hebben. Er zijn nog wel twee vraagtekens. De eerste is de accuduur. Dat is toch altijd een beetje de Achilleshiel geweest van die mobiele chips van Intel. Nou, daar kunnen we nu nog niks over zeggen, dus we zullen hem eerst zelf voor moeten testen. En aan de andere kant zijn er nog de grafische prestaties. Ik heb even snel stiekem een benchmark gedraaid. Er zei meteen iemand van Asus, doe dat niet, want het is nog niet af. Dus je moet het met een korreltje zout nemen. Maar die grafische prestaties zijn niet zo heel erg denderend. Dus het lijkt er niet op dat je deze tablet moet hebben als je veel games wil spelen. Qua uiterlijk is de MemoPad een echte Asus tablet. Ja, niet zo bijzonder. Je kan er ook eigenlijk niet zoveel mee doen. Wat kun je nog doen tegenwoordig met een 10-inch scherm met een zwarte rand eromheen? Er is in ieder geval weinig op aan te merken. Hij zit stevig in elkaar en de achterkant is van een soort mat plastic gemaakt waar een ribbeltjesstructuur in zit en daardoor geeft hij lekker veel grip. Iets wat Asus verbeterd heeft ten opzichte van sommige vorige tablets is dat er nu twee speakers in zitten in plaats van één, dus je krijgt echt stereo geluid. De naam verklapt het natuurlijk al een beetje. De MemoPad FHD 10, Full HD 10 inch. Hij heeft dus een 10,1 inch scherm met een Full HD resolutie, 1920x1200 pixels. En dat begint nu ook een beetje mainstream te worden. Heel veel van die mainstream midrange tablets die hier op Computex aangekondigd worden, hebben deze resolutie. En dat is natuurlijk alleen maar een goede zaak. Maar met die extra pixels zien foto's en tekst er net eventjes wat scherper uit. Zoals altijd heeft Asus Android niet te veel aangepast. Dus die MemoPad 10 draait een bijna kale versie van Android 4.2. Een paar dingen zijn wel getweakt. Zo is het settingsmenu nu wit op de achtergrond in plaats van zwart. En als je de notificatiebalk naar beneden trekt, zie je ook een skin en een paar knopjes van Asus. Die kun je overigens ook uitzetten als je dat wil. En dat zien we niet vaak. Je kan zeggen, ik wil geen Asus Quick Settings. En dan krijg je gewoon het normale Android notificatiemenu. En dat zouden meer fabrikanten mogen invoeren. Asus wil die MemoPad FHD 10 in het derde kwartaal van dit jaar uitbrengen. De prijs? Die wil ik nog niet zeggen, maar het wordt een midrange tablet, een mainstream tablet. Dus laten we zeggen, als ze hem ergens voor 300 tot 350 euro in de winkel kunnen leggen, nou, dan hebben ze wel een goede prijs-prestatieverhouding te pakken.